Goedemorgen, dinsdag 11 uur. Ja, tijd om een beetje te bewegen. En het was hier nogal, nogal rush. Ik heb ons teamvergadering moeten verlaten en ik dacht dan, oh jee, bijna 11 uur. Maar kijk, toch op tijd. Goed, kom maar van achter uw stoelke of vanuit uw zetel en we gaan eraan beginnen. Beetje alles weer losmaken. Ik hoop dat er zin in hebt. Wij blijven doorgaan, ja. En als je het nieuws hoort, ik denk dat zij gewoon willen dat wij hier blijven online lesjes geven. Ja, jammer dat de cijfers niet zo goed zijn. Maar ja, let's go, zeg lieve. Voilà, ik vind dat ook. Let's go, we gaan eraan beginnen. Ik heb zelfs geen tijd meer gehad om mijn sportschoen na te doen, dus het is op mijn kootse. Zo rap moest het hier gaan. Oké, yes. Plaats uw voeten. Ja, tamelijk wijd, net iets breder dan heupbreedte. En we gaan ons lichaamgewicht gewoon verplaatsen van rechts naar links. Zorg ervoor dat uw voeten goed recht naar voren staan. Amai. Dat is hier echt van verhatering naar beweging. Maar kijk, dat komt allemaal goed. Oké, wat ga ik nu doen? Ik ga 1 keer, 2 keer, 3. En dan ga ik aansluiten aan de squat. Dus 1, 2, 3. En dan ga ik squatten. Ik denk dat we dat vroeger al een keer gedaan hebben. Maar jullie zijn dat zeker al vergeten. Oké, kom maar. 1. 2, 3 en sluit aan. 1, 2, 3 en ga maar dieper. 1, 2, 3 en goed. En die squat, kom maar. 1, 2, 3 en squat. 1, 2, 3. We doen er nog zo 2. Jeps. En dan moet je daar even blijven. In uw squathouding. Voilà, hou maar aan. Lichaam smeert goed in de hielen. Plaats uw handen hier op uw lichaamsgewicht. Hop. En achterhoud je rug. Goed recht. Heps. Blijf maar hier. Kom maar. Kleine 4 bewegingen. Oké, oké. 4, 3, 2, 1. Oké. We gaan dezelfde beweging doen, maar ik ga nu eerst uitvallen naar links. Dus ik heb 1, 2, 3 en ik sluit aan. 1, 2, 3 en sluit aan. Op, 2, 3 en ga maar diep. Hop. Voeten goed recht naar voren. Hier lichaamsgewicht goed in de hielen. Oké, goed uw lichaamsgewicht verplaatsen. Op. 2, 3, en 1, 2, 3, hop. Probeer uw bewegingen zo groot mogelijk te maken. En elke keer, van de eerste keer, goed diep na die squat. Ja. Oké, nog 2. Ja, nog eentje. En we gaan terug blijven, hè. Oké, blijf maar hier. Hop. Ja. Kleine 4 bewegingen. Hop. En lichaamsgewicht goed naar achter. Voeten goed recht naar voren. Ja. Oké. 4. 3. 2. Eentje. Oké, benen even losgedrukt. Goed, goed. Voilà. Voeten. Onderdoor, parallel. Natuurlijk zijn je voeten onderdoor, tenzij dat op je rug ligt, Karin. Yes. Wat gaan we doen? Je gaat uitvallen naar voren. Dus uitvallen en dan terug. Altijd rechterbeen. Kijk, ze vallen uit en hap. Dus je gaat na die lunge, je weet het, lunge in de achterste, recht naar beneden. Hier interview naar voren, maar dit hè, naar je aan. Hop. En duw je actief terug naar boven. Ja, dus niet hier, maar goed,
neer en dan op. Na die lunge en hop. Houd die spanning. Hop. Duw die achterste knie recht naar beneden. Hop. En terug. Kom maar. Duwen. En terug. Val uit. En terug. Hop. En terug. Ja. Altijd rechts voor, hè? Ola Parin. Hop. En terug. Hop. Terug. Kom maar. Het zijn er nog vier. Goed. Nog drie. Yes. Twee. Eentje. Blijf hier. Startjes komt links. Nu gaan we telkens op ons tenen komen. Armen naar boven zwaaien. Dus op en terug. Hop. Terug. Maak u lang. Armen gestrekt. En zo dicht mogelijk naast uw oren. Dus niet dit, hè. Ja. Echt naar boven. Hop. En goed op je tenen. Op. En terug. Hop. Terug. Kom. Vier. Drie. Pas op bij die laatste. Blijf op je tenen staan. Hou die armen naar boven. Kom aan. Hier. Houden. Dus je blijft op je tenen. Hielen weg. En nu armen. Neer. En op. Balans. Evenwicht. Concentreer u op een punt voor u. Ha. Dus ik blijf op mijn tenen staan. Maak mij dan. Armen gaan op en neer. Kom aan. Het zijn er nog vier. Oké. Nog drie. Twee. Eentje. Oké. Armen neer. Hielen neer. Benen even losschudden. Oh oh. Die kuiten. Je wadden. Haha. Ik voel de mijne ook. Goed. Uitvallen. Naar die lunge. Maar linkerbeen eerst. Klaar? Oké, we zijn weg, hè. Hop. En terug. En je weet waar je allemaal moet op letten. Ja. Recht naar beneden met die achterste knie. Ja. Hop. Romp. Blijft recht. Dus de bedoeling is naar beneden. En hop. En zorg ervoor. Die voorste knie. Niet voorbij die tenen. En u ook. Hier actief. Hop. Terugduwen naar boven. Voilà. Hop. Neer. Hop. Down. En up. Neer. En up. Ups. Kom maar. Vier. Goed. Drie. Twee. Eentje. Yes. En nu gaan we terug die beweging doen. Maar in plaats van op ons tenen, komen we op ons hielen. Dus je trekt je tenen weg. Ja. En terug. Dus dit, hè. Hop. En terug. Hop. Woehoe. En terug. Ja. Tenen wegtrekken. En terug. Hop. Terug. Ja. Moeilijk om je evenwicht te houden op je hielen. Niet zo evident. Ja. Hop. Moet je zelf ook een beetje zoeken. Hop. En terug. Vier. Drie. Twee. Eentje. En nu gaan we telkens wisselen. We komen op ons tenen. Neer. En hielen. Oké. Okay. Hielen wegtrekken. Tenen wegtrekken. Hiel. Tenen. Kom maar. Op. Jup. Afwisselend. Jup. Op. Neer. Hoppa. Hop. Blijf mooi recht. Hou je die vormspanning, hè. Hop. Amai. Vier. Drie. Twee. Eentje. Yes. Benen even losschudden. En we gaan afwisselend. Ja. Eigenlijk een ja, loopstapbeweging, maar ter plaatse. Maar waarbij dat je telkens goed je hielen wegtrekt van de vloer. Blijf goed recht en naar boven. Dus niet als een patatzakje, hè, maar echt hop, dit actief. Ja, elke keer goed die hielen
Wegtrekken. Op, op. En pak uw armen mee, hè. Kom maar. En wie wil, nog een beetje sneller. Kom maar, kom aan. Ik noem dat sprintje. Busje komt zo. Ja, maar tenen blijven constant contact houden met de vloer. Kom maar, hè. Vier. Hop, 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 hop. Drie. Hips. Twee. Eén. En terug rustiger, maar blijf doorgaan. Hop, hop. En nu met accent goed telkens die hielen wegtrekken. En actieve looparmen. Vier. Oké, drie. Twee. Eentje. En schud uw benen maar even los. Goed, goed. Ja, dat was voor de benen. Maar we gaan nu ook nog, ook nog de bovenlichaam, armen, schouders een beetje aanpakken. Ja, oké, goed. Wat ga je doen? Ik ga mijn rechterarm buigen. Links is gestrekt. Oké. En ik ga gewoon wisselen. Dit op. Wisselen. Op. Dit. Ja. Voeten zijn recht naar voren. Ja. Oké. Wisselen. Op. 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 Yes. Vier. Oké. Drie. Twee. Eentje in plaats van zijwaarts gaan we datzelfde doen, maar op dit. Ja. Dus vingers goed naar boven richten, rechterhand en dit. Hop. Dus elleboog naar beneden en hier rekken. Op, op. Ja. Dus in de arm strekken, hè, en dicht bij u. En een andere, hop, elleboog naar beneden. Op, op. Kom maar, richting plafond. Hop. Kijk nu naar mijn romp. Ik pak ze wat mee. Ja. Maar echt naar boven, hè. Strek uit. Kom aan. Duw. Duw. Op. Op. Oké. Vier. Drie. Twee. Eén. Yep. In plaats van zijwaarts boven naar beneden. Dus dit duwen. Mijn handpalmen wijzen naar beneden. Yep. En dit. Dus ik trek die elleboog in naar achter. Ja. Andere hand duw ik richting vloer. Op, 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 op. Yes. Kom maar. Dus echt duw naar beneden. Hop, hop. En nadien elke keer goed die elleboog naar boven. Vier. Drie. Twee. Eentje. Yep. Handen terug hier. En ik ga openen, maar nu goed luisteren, hè. Mijn handpalmen naar boven. Ja. Vlakke handpalm, duim wijst naar achter. Oké, en dan ga ik terug hier. Nu wijzen mijn duimen naar voren. Dus open. Ha. Mijn handpalmen blijven altijd naar boven. Dat voelt een beetje, dit voelt een beetje raar aan. Dit is oké, maar ja, goed open. En als je open gaat, armen spreiden, let op, hè. Buikspieren goed gebruiken. Dus niet dit gaan doen, geen holle rug. Hier in en uit. En houd die handpalmen vlak. Hè? En je duimen goed naar achter. Schouders blijven laag. Dus niet naar boven gaan trekken. Aha, kom maar. Vier. Drie. Twee. En nu, blijf hier, ja, armen open, handen goed vlak. Denk dat er een glas wijn of glas champagne op staat, maakt me niet uit. Ofwel is het een cappuccino, ook goed. Hips. En nu, maar ik ga het zo tonen, mijn duimen wijzen naar achter, benen lichtjes gebogen en ik maak dit veerbeweging naar achter. Dus ik wil eigenlijk mijn schouderbladen hier tegen elkaar duwen. Hop. Zonder daarbij die rug hol te trekken, hè? Hier op. Houd die handen vlak. Duimen blijven naar achter wijzen. Kom maar, kom maar. Vier. Drie. Twee.
Eentje. En hop, hier. Mijn rechterarm gaat op. Links blijft hier. En ik ga nu gewoon wisselen. Dit. Op. Jups. Een arm die zijwaarts komt. Handpalm naar boven. Hand goed plat. En telkens wisselen. Op. Yes. Kom aan. Op. Hop. Probeer die hoek van 90 graden te houden. Ook tijdens de beweging. Ja, het is gelijktijdig. 4. 3. 2. Eentje. Alle twee terug open. Ja, en nog één keer handen. Goed vlak. Handpalm naar boven. Duimen wijzen naar achter. En dit. Let op, hè. Controleer de houding. Benen lichtjes gebogen. Ha. Dit. Oké. 4. 3. 2. Eentje. En armen mogen los. Het is nu net alsof mijn twee armen zo een beetje zwaarder wegen. Ik weet niet of je datzelfde gevoel hebt. Schouders maak ze even los. Draai ze afwisselend naar achter. Maak die beweging maar even groter. Dit. Op, kom aan. Trek die elleboog naar achter. Alles een keer goed losmaken. Yes. En we doen hetzelfde naar voren. Hop. Op. Op. Ja. Oké. En groter. Kom aan. Pak die rond mee. 4. 3. 2. Eentje. Oké. En nu. Twee schouders. Echt goed optrekken. Tot naast uw oren. Dus echt onder spanning. En laat ze dan maar echt ontspannen. En één keer naar beneden vallen. Oké, nog een keer. Hè? Kom. Spanning. En los. Oké, go. Span op. En los. Nog twee. Even goed aanspannen. En dan alles los. Nog eentje. En ontspannen. Goed. Voilà, amai, dat heeft dicht gedaan. Zelfs na de rush. Wat verhaderen, snel bewegen. Maar kijk, ik ben bezig en dan kom ik direct in dat beweegmoment. En dat doe ik ook zoveel deugd. Je weet het, voordat we hier, zou nu zeggen, nog een keer goed in- en uitademen. Kom maar, adem in. Laat alles los. En ontrollen. En nog een keer, kom maar goed inademen. Uit, uit. We hebben nog twee te gaan. Ja, kom maar. Echt op. En ontspannen. En je weet het, hè. Die naar laatste. Inademen. En shake, shake, shake. Alles los. Armen, benen, schouders. Ziezo, dat was het weer voor vandaag, dinsdag. Ik hoop dat je er deugd van gehad hebt. En ik zou zeggen, hups, naar het volgende beweegmoment. Dat is dan morgen om 11 uur met Maaike. En niet vergeten, het is woensdag. Dus de woensdagavond hebben we dan onze lange sessie, de FitMix Live via Microsoft Teams. Dus dat is een hele workout van 5:30 tot 6:15. Dus morgen dubbel sportplezier. Ja? Oké. Salukus, tot de volgende.